Vrienden, hebben jullie het gelezen? Ja, VI. VI wil dus een andersoortig programma gaan maken. Dat is wat ik gelezen heb. En dan denk ik bij mezelf, ho. Rustig aan met dat soort plannen, want dat gaat meestal helemaal fout. En dat kan ik zeggen uit ervaring. Weten jullie nog, Paul de Leeuw? Ja, oh, die ging zo leuk met zo'n zaal, met mensen. En kwam allemaal met verrassingen en met allemaal leuke dingen. Interactie met het publiek. En dat was zijn succes van Paul de Leeuw. Maar onze Paul, ja, die raakte daarop uitgekeken, had daar geen zin meer in. En die dacht, ik ga heel iets anders doen. Ik ga liedjes zingen en ik ga dit doen en ik ga dat doen. En dat ging dus helemaal mis. Geen succes. En zo moest hij een harde les leren. En wat denk je vroeger? André Hazes. Ja, die moest dan weer voor de zoveelste keer, moest hij weer een beetje verliefd zingen. Ja, want dat wilden de mensen horen. En wat denk je, die Hazes? Ja, die werd daar natuurlijk ook stapelgek van. Stond hij weer voor de 6000ste keer een beetje verliefd? Ja, die André, die had natuurlijk graag ook wel eens een keer iets anders gedaan. Maar nee, zo is het niet. Het is net als Joop Doderen vroeger. Ja, ja, want die moest ook altijd zijn hele leven zwiebertje spelen. Ja. Eigenlijk zijn we allemaal gevangenen van het eigen succes en zijn we allemaal zwiebertje. Want we kunnen eigenlijk in het leven maar één ding, we kunnen maar op één manier door de hoepel. Het is niet anders. Wij hadden succes als duo en er was niks aan de hand. En ook wij kregen last van de verveling, van het gaat te makkelijk. Dus wij gingen ook andere dingen doen. Je gaat zijwegen bewandelen en je gaat, oh nee, we gaan een heel ander programma doen. En dat deden wij ook en dat mislukte volkomen. Dat werd een flop van hier tot aan de overkant. Waarom? De kijker zat er niet op te wachten. De kijker wilde gewoon dat slappe gelul tussen ons tweeën en die wilde gewoon die onderwerpjes zien en verder niks anders. Maar wij waren daarop uitgekeken. Ja, maar daar heeft die kijker natuurlijk geen ene malle moer mee te maken. Of die fan van André Hazes. Nee, die wil gewoon een beetje verliefd. En dat is hem. Dus ja, dat gevaar schuilt nu bij VI. Want VI die denkt bij zichzelf, nou, we doen gewoon even iets anders. En nee, dat is niet zo. Dat is niet zo. Want het is nou een keer de setting van het programma. Het is hoe het werkt op elkaar. En wat je moet doen, dat heb ik al eerder gezegd, en ik zeg het weer, die gené, gluipend gené, hup, die gooi je aan de kant en zet daar neer, en ik geloof de heilig in, Hans Kraai. Hans Kraai, die Gijp en die Derksen, en er is er niks aan de hand. En dan fietst dat programma nog een hele tijd door. Maar als je nou iets anders gaat beginnen, dan kunnen kijkers willen dat gewoon op maandag en op vrijdag zien. En die willen gewoon dat gelul van die Gijp en die Derksen en verder niks. Dat is wat ze willen. En dan hebben zij zelf bedacht, en ook bij Talpa weer, die enorme briljante geesten daar bij Talpa. Die hebben dan weer bedacht, nee, we gaan het even over een andere boeg gooien. Mis. Helemaal fout. Dus mijn idee is, niet doen!